Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 10 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Addy van der Krommeakker. Welkom in mijn barretje. En vandaag heb ik te gast Addy van der Krommeakker. Welkom, Addy. Nou, leuk je te zijn. Leuk. Ja. In het barretje. In het barretje. Ja. Dus was het een verre reis, trouwens? Nee. En ik werd deze keer gereden en... Het ging fantastisch. Nou, lekker. Ja. Addy, ik weet niet of je het kent, maar ik heb een stel kaarten. Die leg ik dadelijk neer. Daar pak jij er eentje van uit. Lees ik voor en dan gaan wij het gesprek in. Oh, wat leuk. Ja, ik heb nog nooit een kaartspel gespeeld. Nee, dus nou, dat wordt dit de eerste keer. Ik ben benieuwd. En ik moet erbij zeggen, ik heb nieuwe kaarten. Dus voor mij is het ook eventjes... En ik moet er eentje uitpakken. Nou, je pakt er eentje af en die geef je aan mij. En dan lees ik hem voor. En dan, ik begin met 3, dat is altijd mijn geluksgetal. Oh, ook al. Okay. Nee, het gaat er dus om dat we dus echt, dat de kijkers thuis... weten wie is de man achter Addy van der Krommeakker. Dus daar gaan we. Je hebt gekozen. Op sommige plaatsen voel je je thuis en op je gemak zodra je er komt. De herberg waar je nu binnenstapt is er eentje. De sfeer is direct goed. Wat maakt de sfeer voor jou goed en wie heb je nodig om je ergens thuis te voelen? De sfeer is, als je binnenkomt, denk ik, de authenticiteit, de warmte. Ik heb niet veel nodig, maar het gaat vooral om de gemoedelijkheid en de warmte vooral. Dat je voelt, ik ben door warmte omgeven en... Dat maakt verder niet uit, maar het is een gevoel. Meteen voel ik dat. En waar ik het prettig voel en waar ik het niet prettig zijn sensoren. Ja. Maar heb je dan iemand nodig om je om ergens binnen te komen, weet je al? Of net wat je aangeeft, hè, op je intuïtie, hè, dat je binnenkomt en denkt, oh, wat leuk. Of wat een warmte. Of zeg je, ik heb iemand wel mee nodig om mee naar binnen te nemen om me direct prettig te voelen? Nee, nou, het is tweeërlei. Ik heb niemand nodig om me prettig te voelen. Dus zeg maar, ik ga ergens naartoe, naar een plek waar ik niet ken. En ik kom het huisje binnen en ik denk, er is niemand. En ik voel meteen, dit is mijn sfeer of niet. Maar ik heb iemand nodig als ik publiek ergens moet verschijnen. Dan vind ik het prettig als ik iemand bij me heb... dat ik niet helemaal alleen binnenkom en dat alle ogen op mij gericht zijn. En dan vind ik het heel erg prettig. Als dus eigenlijk eerste kennismakingen met mensen... en dan vooral publiek, vooral dan heb ik liever iemand bij me. En bijvoorbeeld als jij naar een première gaat of naar een rode loper... is het altijd dat... eerste moment, dat zou ik niet graag één doen. Nee. Nee, ik kan me helemaal iets bij voorstellen. Ja. Dus ik ga zelf ook niet zo snel ergens naar binnen, alleen. Ja. Terwijl iedereen denkt, oh, dat doe jij wel even. Maar nee, want dan... Nou, ik herinner me vroeger, ik denk dan... vroeger weet ik nog in Den Bosch. En dan het ergste moment wat ik altijd vond. Kijk, nu heb je de internet en wat dan ook. Maar vroeger ging je natuurlijk op zaterdag uit... En dan was ik alleen en dan wilde ik toch naar een gaybar. En dat was zo erg om daar alleen binnen te komen. En dan moest je bellen bij die bar. En denk, doorzetten, Addy, doorzetten. En dan ging ik bellen en dan kwam ik die kroeg binnen. En dan was het druk. En ik herinner me nog één keer. En dan deed je heel, heel stoer. Hè? Dan ging je een pultje bestellen. En dan denk je, oh, laat niks merken. En weet je, dan kwam er iemand naar me toe en die zei... Nou, heb je niet zoveel vrienden dat je zo alleen binnen moet komen? Kijk, dat zijn verschrikkelijke momenten. Oh ja. Ja. Ja.
Nee, dat zou ik ook niet kunnen. Nee, ja. Nee, dan voel je je echt eventjes alleen. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar waar ben jij geboren, Addy? In Uden. Je bent Uden. In Uden geboren? Ja, ja. En... Dus sorry Den Bosch, jullie denken allemaal dat ik Bossenaar ben, maar ik ben in Uden geboren. Maar vrij snel naar Den Bosch verhuisd? Of, Nee, in Uden geboren en ik ben verhuisd naar Den Bosch op mijn 20ste. Ja, toen ben ik in Den Bosch gaan wonen. En was je toen al couturier of modeontwerper? Of hoe? Nou, ik ben eigenlijk als kleine jongen zat ik altijd te tekenen op, bij in de Kerkstraat, waar ik natuurlijk geboren ben. En dan in de keuken, op zo'n plastic kleed, weet je wel, dan de ring, maar altijd dat plastic kleed. Vond ik niet echt heel prettig. Dat lag bij iedereen op de tafel vroeger. En dan maakte ik modetekeningen, altijd prinsesjes. En uiteindelijk is dat gevoel altijd gebleven. Maar ik had daarnaast ook een hobby, zingen. Dus ik was altijd aan het twijfelen of ik zanger zou worden of de mode in zou gaan. En op een gegeven moment ben ik in een band gekomen en mijn stem die begaf het. En toen ben ik een baantje in de mode gaan zoeken. En dat vond ik in Den Bosch in 1970. En toen ben ik bij Tic Tac gekomen, bij de familie van de Ven. En die zeiden meteen, Addy, je moet weg uit Uden. Je moet nu echt naar Den Bosch komen, de grote stad. En dat heb ik gedaan. Ja. En toen ben je... ontwerper geworden, of tenminste couturier geworden. Want ik vraag me dan af, hoe gaat zoiets? Hè? Want je wist al van kleins af aan wat je wilde. Wat ja. Ik begrijp, hè? Dat ja. Is dus of zanger of ontwerper. Ja. Maar ik vraag me dan af, hoe gaat dat dan in het werk? Want je komt bij zo'n familie terecht. Die zeggen, je moet gaan... Hè? Je komt in een warm bad, neem ik aan. Ja. En die begeleiden je naar... Moet je dan een opleiding hebben? Moet je dan, nee, ik ben helemaal autodidact. Dat is dan heel apart natuurlijk. Maar zeg maar toen toen eigenlijk dat zingen niet lukte. Hè. Zingen was gewoon echt. Ik voelde me op het podium helemaal als een vis in het water. En het was een grote, grote teleurstelling dat dat niet doorging. Want de dokter in Uden zei, nee, je mag nooit meer zingen. Oh. Anders krijg je keelkanker. En nou, dat klonk zo verschrikkelijk dat ik echt nooit meer daarna gezongen heb. 10 jaar lang. En uiteindelijk denk ik, ja, ik wil graag naar de kunstacademie. Een modeopleiding. Nou, daar heb ik me voor opgegeven. Daar ben ik meteen aangenomen. Maar het mocht niet van mijn ouders. Dus... die zeiden, nee, dat gebeurt niet, omdat ik een broer had, Hans, die was kunstschilder. En daar hadden ze, weet je, dat was al heel erg opzienbarend in Uden. En dan nog eens een zoon die zo creatief, nee, dat zagen ze toch niet zitten. En toen zei ik van, ik had altijd wel met mijn ouders te doen, dat ze zoveel problemen hadden met ik denk, dat is toch wel... echt moeilijk voor mijn ouders om iedereen zo in de hand te houden. Dus laat ik nou eens gewoon luisteren naar ze en niet recalcitrant zijn. En dat heb ik gedaan. En toen zei ik, oké, dan ga ik niet naar die school. En ik ben in Veghel gaan werken met mijn zus bij Kernfarm, een farmaceutisch bedrijf. Geneesmiddelen inpakken. Yeah. En zodoende heb ik naar iets anders uitgekeken. En toen kwam ik die baan in Den Bosch tegen. Toen ben ik naar Den Bosch gegaan. En toen ben ik ook naar Den Bosch verhuisd. En in de avonduren heb ik allerlei studies gedaan. Ik had geen vrienden natuurlijk in Den Bosch. Want voor mij Den Bosch was heel ver van Uden. Ja. En opeens voelde ik me eigenlijk alleen daar in Den Bosch. En ik ging niet uit. En in iedere avond zat ik mode, geschiedenis. Of weet je, ik leerde gewoon altijd wat. Ik denk dat is altijd goed om iets verder te komen. En... nou ja, bij Frits van der Ven, die zagen talent in mij. En die zeiden, Addy, je mag mee de inkoop in. En toen ben ik de inkoop in gegaan. Ja, en zo is het allemaal gekomen. En heb ik heel veel ervaring opgedaan. En toen had je in één keer je eigen winkel. Nee, het is een heel lang verhaal. Ja, maar daar kunnen we ook, daar komen we dadelijk denk ik ook nog wel... Dus daarna, na 10 jaar, op een gegeven moment... ik verdubbelde de omzet in die tijd. Het was echt een boutique... Je had vroeger boutiques in Londen, de eerste Biba. Maar Den Bosch had de Tic Tac en ik was daar. En
Ja, ik verdubbelde die omzet. Dus die hele familie was heel enthousiast. Maar er kwam ook weer naderhand een kentering in. En toen wilden ze het eigenlijk na 10 jaar afstoten. En toen heb ik met een vriend... Ik had geen financiële middelen. Maar die vriend had het wel. En toen hebben we die zaak overgenomen. En toen heette Tic-Tac Addy van de Krommenakker. Ja, dat is toen Addy van de Krommenakker geworden. Ja, ja. En Tic-Tac ook. Ik noemde toen nog allebei Tic-Tac. En als onder stond Addy van de Krommenakker. Maar je kocht nog steeds in. Ja, ik was... Maar wanneer is dan die omkentering gekomen dat je dus zelf ging ontwerpen en uiteindelijk ging verkopen? Daar zit dan nog eens kijken. nog eens die ertussen. Zeg maar om... Want dit wordt echt ingewikkeld, kijkers. Hè? ik moet het maar eens allemaal opschrijven. Maar in ieder geval, zeg maar, toen ik 20 was, ben ik bij de firma Van de Vent gekomen. Toen ik 30 was, heb ik de zaak overgenomen met die financiële vriend die dat gesponsord heeft. Toen wilde ik gewoon upgraden. Dus ik ben prachtige merken gaan kopen. Ik ben ook naar Milaan gegaan. Dus tussen 30 en 40... ben ik gegroeid en kocht ik dus prachtige merken in. Intussen, in die jaren, kreeg ik contact met Sandra Remer. Werd ik stylist van Sandra Remer. Wilke Alberti klopte bij mij aan. En ik ging veel televisiedingen doen. Na mijn 40ste is het zoals altijd dat je even een kentering krijgt. Ja, ja, ja. En ik had op een gegeven moment, dacht ik, ja... Ik heb wel de zaak loopt goed, maar eigenlijk hadden we afgesproken dat ik na 10 jaar die zaak alleen zou gaan doen. En degene die mij financieel ondersteund had, die had wel de nodige financiële middelen. Maar ik zat boven de zaak, dus ik dacht, ik wil het alleen gaan doen. Nou, toen werd dat een ontzettend gevecht en uiteindelijk... Ben ik weer, toen ik 47 was, opnieuw gestart. En nu komt het. ik ben heel benieuwd. Nou, na 47, dan, daarvoor krijg je natuurlijk zo'n hele midlife-crisis. Dan denk je, wat heb ik allemaal met mijn talenten gedaan? Dat is meestal rond de 45. Hè? Ja, dat kreeg ik ook. Ik denk, weet je... Dat is bij vrouwen ook, hoor. Ik denk, het enige wat ik kan gaan doen is reizen. Dus ik zat even in een vacuüm. Ik denk, wat moet ik doen? Ik ben gaan reizen. Ik ben de hele wereld over gereisd. Alles waar ik eigenlijk tegenop zag... Want eigenlijk in de jaren daarvoor... ging ik meestal alleen maar als ik vakantie had naar Ibiza. En dan ging ik natuurlijk bruin worden... en zorgen dat ik er goed uitzag. En s'avonds ging ik het nachtleven in... En toen ben ik gaan reizen en toen ben ik naar China gegaan, naar de Galapagos-eilanden, naar India, naar Rusland. Ik wilde gewoon echt grenzen overschrijden en kijken of me dat zou lukken. En toen ik terugkwam, toen ben ik opnieuw begonnen in 1997. En in een prachtig pand. En iedereen zei, dat ligt niet in een winkelgebied. Maar het lukte goed. Ik kreeg nieuwe energie. Ja, dat was in Den Bosch, toch? Ja, in de, ja. Ja, ja, ja. En ja, dan komt het. Op mijn 50ste heb ik het ontwerp pas opgepakt. Kijk, zie je wel. Oh, geweldig. Ja, echt fantastisch. Want rond die tijd en nu was jouw eerste 20 show... jaar bestaan als ontwerper. Ja, maar jouw eerste show was inderdaad 20 jaar geleden op tv. Ik herinner me... In 2002 heb ik mijn eerste show bij de Beaumonde Awards gehad. Toen heb ik een aantal prachtige shows gehad in de kerk in Den Bosch en daarna in Rotterdam. Deze was echt uitgezonden op tv. Ja, ik heb een show gehad in 2006 en die was heel groot op Studio 21 is dat, hè? Of die grote studio. En echt heel bekend Nederland was er. Ik heb pas het filmpje teruggezien. En ja, in die tijd, ik heb dingen teruggezien. En dan ging bijna de hele uitzending van Shownieuws over die show. Ja, maar dat was, want ik heb hem dus gezien. En ik zie die modeshow. En dat toen wist ik, ja,
verder nooit van jou gehoord of wat dan ook. En ik zie die modeshow en ik tegen mezelf, dat is het. Zo moeten mensen gekleed worden. Ja, dat was echt mijn reactie. En ik liep zelf toe modeshows. Ja. Dus ik vond het, ik denk ja, die kleding, nou die zou ik zelf aan. Nou, dat is, en ik zoeken en ik kon nergens vinden wie diegene was die dat ontworpen had. En uiteindelijk had ik het gevonden. Maar dat even, dat maakt niet uit. Ja. Maar dat terzijde. Dat was, dus dat is het inderdaad wat 20 leuk. Jaar geleden. Ja. Ja, het was een hele grote show. Echt geweldig. En aan de hand van die show ben ik gevraagd om naar Rome te gaan. En dat was 2007. En in 2007 deed ik een grote show in Rome. Dat kwam bij het NOS-journaal zelfs. En toen aan de hand van die show werd ik weer gevraagd voor American Next Topmodel internationaal. Wat in 140 landen uitgezonden werd. Maar moet je zien hoe snel zoiets gaat. En hè, toen dacht ik, jee, als je dan terugkijkt. Want ik dacht, ja, op mijn 45ste, ja, wat nu nog, hè? Maar zo zie je maar, dear. Ik heb gewoon een tweede leven gekregen. En Ja, 50, hè? Dan begint ook de andere helft. Nou, moet je zien. Maar zullen we even een kaart pakken? Ja. Want daarvoor zitten we natuurlijk. Ja, we zijn echt alleen maar klein. Gewoon eentje. Nog eentje, ja. Even kijken. Je hebt het wel al gezegd net. Je hebt kloven overbrugd. Vlotte gebouwd. Je weggevonden. Dwars door de zwarte wouden. Maar nu ben je op een punt gekomen dat je niet meer voor of achteruit kunt. Je bent op. Heb je wel eens eerder een moment van totale, geestelijke of lichamelijke uitputting gekend? Nee. En daar ben ik heel blij om, ja. Ja, wel opnieuw begonnen, hè? Want, wel opnieuw want wat begonnen. Je zegt, en heel veel bruggen over. Maar ik ben heel erg dankbaar voor mijn karakter, dat ik gewoon altijd toch de positieve kant zie. Dus zeg maar, ik heb in 2006, even kijken, ja, net voordat ik opnieuw begon, was het echt dat ik mijn huis moest verlaten, dat ik niks had. Dat ik weet nog dat mijn familie zei, ik kreeg aanbiedingen, maar ik wilde niet dat iemand over mij zou regeren. Want ik had natuurlijk die financiële partner al gehad. En ik denk, dat wil ik. Ik wil nu echt iets van mezelf. Ja, dat wil ik niet nog. En ik kreeg aanbiedingen. En iedereen zei, je bent stom, want nu heb je helemaal niks. Je hebt geen huis, je hebt. Maar dan geloof ik toch in mezelf. Ik herinner me nog wel, in die tijd rookte ik. Ik ben gestopt met roken. En toen zei ik, ik moet zoveel nu overbruggen. Ik moet voor mezelf kiezen. En ik ga bellen en ik ga doen en ik ga weer roken. En ik beloof, als het goed komt, dan stop ik met dat roken. En dat is gebeurd. Ik zat hele ochtenden. En uiteindelijk was het allemaal goed gekomen. En toen ben ik ook echt gestopt. Maar echt die totale uitputting, wat ik soms van andere mensen hoor. Nee, altijd ook. Zeg maar in 2000, voor mijn faillissement, dat ik. Dat was natuurlijk heel erg dat ik. Dat ik naar de rechter moest en dat ik faillissement aan moest vragen. En zelfs toen nog, een paar dagen daarvoor. Ik had mijn poppen, ik had mijn stoffen. En dan denk ik, wat er ook gebeurt, niemand neemt me dit af. Nee, want je kunt iets. Ja. Met je handen. Ja. En je weet dat er toekomst in zit. Alleen op dat moment eventjes niet. Nee. En er is altijd, er is altijd licht. Altijd. En als je altijd positief blijft, dan. Tuurlijk, dan is het zwaar op dat moment, lijkt mij, hè, om dat allemaal te moeten doorstaan. Alleen. Je gevoel, je positiviteit brengt je zover zoals je nu hier zit. Ja, en ik denk gewoon dat je, gelukkig, dus wat jij zegt. Ik voel gewoon dat ik, dat is iets wat niemand af kan nemen, wat je hebt. Nee. Als je, kijk, met zingen, daar denk ik, dacht ik altijd, oh, gelukkig dat ik geen zanger geworden ben. Want je bent afhankelijk van een stem. Ja. En ik vind het heel erg om afhankelijk van iets te zijn. Dus dat is hetzelfde als je sommige mensen kent die afhankelijk zijn van dat ze een relatie moeten hebben. Ja. Als je gewoon zelf fijn thuis komt en denkt, oh, ga dit doen, gezellig. Dat is veel fijner dat je denkt, oh, ik ben alleen en ik moet iemand bellen en kan iemand op bezoek komen. Dan ben je afhankelijk. Dus
Ik ben heel dankbaar dat ik niet afhankelijk van iets ben. Maar om terug te komen, als ik zo vrij mag zijn, heb je een relatie? Woon je samen? Ben je getrouwd? Nee, ik heb 2 relaties gehad in mijn leven. En met mijn ex-vriend heb ik nog heel veel contact. En nee, op dit moment geen liefdesrelatie. Nee. Nee. Maar dat is ook lekker, want hoef je ook niet echt ergens rekening mee te houden. Ci sarò come ti vorrei ora qui. Dimmi cosa fai, dove sei, con chi sei. Niente cambierà, penso a me. Perché sei tu? Wie is dit? Perché sei tu? Maar wie zingt dit? Amor. Ja, dat ben ik. Geweldig. Ja. Dit heb jij. Dit is jouw stem. Jij zingt. Ja. Dit nummer is opgenomen. Ja, heel speciaal. Omdat dit is Unchained Melody, mensen herkennen het misschien. En dat nummer loopt als een rode draad door mijn leven. Eigenlijk op 17 of zo zong ik dit nummer in de groep Square. En, in die band heb je gezeten. In die band heb ik gezeten en altijd ieder optreden. Oh my love. En later, toen ik 30 was, toen kwam de band weer bij elkaar. En dan hebben we heel veel geheime optredens gehad waar fans van vroeger kwamen. En dan zong ik ook altijd dit nummer. Ja. En vele jaren later, toen ik het echt heel druk had met een van mijn hoogtepuntjaar, dat ik een koninklijke bruiloft had en dat ik echt tussen Italië en Nederland pendelde. Toen zei een Bosse producer, wil je dat nummer opnemen in het Italiaans? Want ik heb dat liggen en iemand zou dat zingen, maar dat vind ik niet goed. Nou, ik ben daar gewoon impulsief naartoe gegaan. Hij heeft het opgenomen. Hij wilde het uitbrengen. Zei, nee, ik wil helemaal niet dat uitgebracht wordt. Ik hou van zingen, maar ik hoef dat niet. Dat hoeft natuurlijk niet, dat vind ik niet kunnen, want dat leidt af van hetgeen wat ik wil doen. En toen heb ik echt er iemand op moeten zetten dat het niet uitgebracht werd. Nou, 15 jaar later, toen werd ik 65. En toen denk ik, ik ga een filmpje over mijn leven. Ik had problemen en mijn relatie was, en ik woonde in een hotel. En ik maakte een mooi filmpje en ik zette dat nummer eronder. En Rutger Kot vroeg mij om het nummer te zingen. Op haar show. Nou, toen kreeg dat nummer weer een lading. En na 2 maanden denk ik, stop met dat nummer zingen. En wat gebeurt er? Weer 5 jaar later zie ik opeens dat het nummer op Spotify staat. En toen denk ik, hè? Dat kan niet. Dat is nooit uitgebracht. Nou blijkt dat die producer, die is naar de Filipijnen gegaan. En die denkt, ik ga toch dat nummer uitbrengen. En zonder dat ik het wist. En dus ik zie dat op Spotify, op iTunes staan. En het had een dubbele gedachte, want het was corona. En denk, ja, hoe gaat het verder in het leven? Maar ik heb toch een plaat, dacht ik. Ja. Dus ik heb dat getwitterd en dat ging weer. En dat is uiteindelijk in de één dag in de iTunes top 100 op 37 geweldig. Gekomen. En dat voelde ook superleuk. Ja, maar dat is toch maar ook mooi dat dit lied al zo lang jou achtervolgt, weet je, om het zo maar even te zeggen, maar het hoort wel bij je. Ja. Dus het zal dadelijk over 10 jaar wel weer uitgebracht worden en weer opnieuw. Ja, ik. Dus wen er maar aan, het hoort gewoon bij je. Maar wel fantastische zongen, want ik was er luisteren en ik denk, maar dat was je zelf. Dus ja, dat is echt helemaal geweldig. Ja, ik hou zo van zingen. Ik denk dat heel veel mensen dat dus helemaal niet weten. Ja, nee. You Never Walk Alone, dat heb ik dus, dat nummer. Wij hebben zelf 100 dagen coronaradio gemaakt. En elke dag een liedje You Never Walk Alone. Ja. En ja, toen kwam jij ook tussendoor. Ja. Elke keer met dat nummer. Dus ja, zodoende wist ik het. Ja. Maar nu, weet je, met dit nummer. Ja, fantastisch nummer.
Ja, zingen is gewoon mijn grote hobby. En ik wil het graag doen, maar het moet... Weet je, ik moet niet geboekt worden om te zingen. Dat vind ik niet leuk. Nee, precies. Het moet gewoon echt hobby blijven. En maar dat is ook iets van jezelf. Ja, dus, en ik heb nu met een zangeres die voor mij een jurk prachtig... Als jij een kietsen liet een jurk maken. Nou, we hebben elkaar gevonden en we zingen zo leuk samen. Maar gewoon. Kijk, dat is toch geweldig? En als er iets, als er iets speciaals is, dan willen we dat best wel ja, doen. Precies. Ja, precies. Het moet leuk blijven. Maar om terug te komen dat je altijd positief bent... Omdat je iets met je handen kunt. En dat is iets wat ook altijd wordt gezegd. Hè? Dat geldt voor een timmerman, een stukje door, maakt niet uit. Als je iets in handen hebt, heb je goud in handen. Hoe dan ook. En dat heb jij ook. Want je hebt al, hè, wat je ook net zei, je stukje stof. En je hebt je pop. En je hebt je schetsen. En je kunt altijd verder. Je kunt altijd... Ik heb altijd wat. Er is altijd iets. En alles heeft te maken met mijn werk. Maar ik voel me er goed bij. In de tijd van corona denk ik, wat nu? Maar ik zit thuis en ik ben helemaal heb me geconcentreerd op de webshop. Ja. En, maar dan vind ik het ook leuk om die techniek te kennen. Het wil niet zeggen dat ik alleen maar het... En toen heb ik even, weet je, ik weet nog dat ik door de villa liep, waar ik nu zit. En toen dacht ik... Ik kon eigenlijk geen avondjurk meer zien in die coronatijd. Nee. En toen denk ik, ga me op het commerciële richten. Want weet je, dan denk je, dragen we die avondjurken nog ooit? Het was op een gegeven moment zo'n... Ja, nou, dat geloof ik wel. Helemaal als ontwerp. Dan denk je, nou, we hebben wel mensen gepusht van... ga een avondje bestel eten bij je lokale, weet je wel. Bestel dat en trek je mooiste avondjurk aan, weet je wel. Dus mensen hebben hem af en toe wel aangetrokken, maar niet om te laten zien. Nee, maar er kwam niemand. Dus, nee. En daarom des te meer nu dat weer normaal is. Dus haakjes. Maar dan is het weer heerlijk. Nu heb ik ook weer zoveel creativiteit. Er komen in een korte tijd weer zoveel nieuwe jurken. Maar ik kan me ook, in die tijd van corona, kon ik me helemaal op die webshop. En om te kijken wat je allemaal... en mooie foto's maken. Ja, maar het werkt wel, hè? Mooie zo filmpjes. Blijkbaar. Ja. Ja. Want als je dat eerst minder deed en nu, omdat het moest, want je moest een alternatief zoeken. Als ik zelf zie hoe vaak het voorbij komt, de kleding, dan denk ik, maar dat geldt dus voor meerdere. Maar in dit geval voor jou, dat het echt nog Want je moet jezelf laten zien. Ja. En ik ben blij dat ik dat leuk vind om te doen. En dan denk ik toch terug... aan vroeger, dat ik ook dacht van... ik zit alleen in de bos en op een gegeven moment... heb ik dan een doel en denk... ik weet eigenlijk vind ik mezelf... nou niet zo goed bestudeerd. En ik ga gewoon... de wereldgeschiedenis... begin ik door te nemen. Ik denk, ik begin bij de Romeinen en dan heb ik het allemaal... Nou, we hebben net het historisch spektakel gehad, hè? 1674 hier. Dus wie weet. Ja. Je bent gevestigd in... Rosmalen. Nee. Of nee. Nee, in Nuland. Oh, in Nuland. Ja. En, want je zat in een bos. Ja. En ik dacht ook Nijmegen. Ik weet niet hoe ik daarbij ben. Ik ook kon. Geweest. Ja, Nijmegen heb ik ook... 2 jaar heb ik daar gezeten. Ja. Oké. En dan... En je blijft in... Nuland. Ik moest even nadenken. Nuland. Ja, het is een prachtige villa. Echt supermooi. Van Marijke van Os. En die heeft dat destijds, na mijn faillissement, wilde ik eigenlijk naar Milaan. En toen was ik eigenlijk, ik denk, Adi, het is misschien ook mooi. Maar toen ik uiteindelijk dat op Facebook heb ik een boodschap ingesproken. Er kwam zoveel reactie op dat ik denk, nee, ik moet gewoon door. Dit kan niet zijn als zoveel mensen positief zijn. En toen kreeg ik een aanbod van Marijke van Os. Zij zegt, ik heb een prachtige villa, kom kijken. En dat voelde meteen goed. Mijn eerste vraag was dat natuurlijk. Ik kwam binnen. En toen dacht ik, dit voelt zo goed. Ja, sensoren. Hè? Uiteindelijk dacht ik, dit is echt geweldig. En ik zei meteen ja. En dat was voor mij de reden om ook te zeggen, ik ga niet naar Milaan. Ik blijf hier. En ik ga hier. Nou, en daarna is natuurlijk die hele corona gekomen. Dus
Ja, dus ik heb het daar vreselijk naar mijn zin. En het is heel erg mooi. Maar ja, misschien komen er toch weer veranderingen. Want graven is toch ook wel... Het stadje waar het allemaal gaat gebeuren. Nee, mijn zus en mijn zwager, die hebben hier een prachtig, prachtig pand. Hè? Dat weet jij. Ja. Vroeger kwam ik altijd, als ik toch... Dan zat ik bij ze, ik zeg, Theo, als ik toch hier de zaak zou kunnen hebben, dat zou geweldig zijn. Ja. En wie weet... Wie weet. Maar weet je, graven is, hè, en dat weet je ook, hè, want je bent er vaak geweest door je zus en door je zwager. Het is zo'n gezellig stadje. Het is zoveel nieuwe dingen, zo leuk. En dat maken wij dus zelf ook weer mee. We hebben dan, wat ik net aangaf, het historisch spektakel. Het is de meest belegerde stad van Nederland. Ja. En het heeft zoveel pracht en praal. En, dus wie weet... Ik zoek nog een leuk huisje zo bij, waar ik restaurantjes en noem maar op. Leuk, hè? Dat... Ja, dat kan altijd, hè? Ik bedoel, er is genoeg te koop. Mensen, dit wordt... Mogen we er iets van zeggen of mogen we er niks van zeggen? Ik vind het moeilijk, hoor. Ik vind het moeilijk. Nou, gewoon, laten we gewoon... Het is hier zo gezellig aan de bar. Nee, ik ga dus naar Gaven toe met de zaak. Naar het mooie pand. Echt waar? Ja. Wat leuk! Annie van de Krommeakker komt in Gaven. Maar het mag alleen hier... Hou het nog even stil, lieve mensen. Hou het nog even stil, want dat wordt, ik moet nog zoveel organiseren. We zeggen tegen dus, niemand dus, maar als jullie me we toevallig zeggen tegen in Gaven rond zien lopen, dan is het daarom. Ja. Geweldig. We zullen tegen niemand iets zeggen. Nou, het is echt zo van... weet je, de villa waar ik nu ben is echt, echt super geweldig. En dit pand waar mijn zus en Theo dan in woonden... Ja, dat werd helemaal gerenoveerd. En mijn zus die zei... beide zussen die zeiden... Nou, dit is echt geweldig, Adi, voor jou. Dit is echt... Ja, en toen denk ik, ja, wel, ik zit heel erg goed in die villa. Maar ik ben gaan kijken en dan is het precies wat jij zegt. En eigenlijk had je de beste eerste kaart. Want dat was weer die, ik kwam binnen en ik denk, ja, dit is het gewoon. Weer die intuïtie, dit het is gevoel. Het. Ja, ik kwam binnen en ik denk, weet je, je moet ook niet dan, je moet meteen dat gevoel hebben, ja. Dit is het. Ja. En ik had dat. En toen denk ik, ja, dit is het. En ik heb het doorgegeven aan... er moet nog heel veel gebeuren in het pand. Dus ik weet niet in welk stadium dat ik er... Maar in ieder geval, dit jaar kom ik erin. Geweldig. En dan ik kijk er ontzettend naar uit. Want het pand is zo mooi. Ik denk dat mijn jurk heel erg mooi... Daaraan uitkomen. Nou, dat denk ik ook wel. En ik wil natuurlijk ook, want het is een druk, leuk stad natuurlijk. Wil ik ook mijn ready-to-wear hier hangen. Dat mensen, ik wil niet dat het natuurlijk dat het een hoge drempel heeft. Nee, het maar zal dat, heel dat mooi is zijn. Ook mooi, hè? Ja, het zal er heel mooi uitzien. Maar ik wil vooral ook dat mensen vooral naar binnen komen. Kijken van, ze kunnen de jurken bewonderen. En ze kunnen, als ze willen, dus ook een andere prijsklas. En als ik zeg maar binnen zou komen lopen en ik zoek iets, maar het hangt er niet bij. En kan ik dan aan jou vragen van, kun jij iets voor mij ontwerpen? Ja, tuurlijk. Want dat is natuurlijk mijn vak. En dat doe ik, ja. Nee, maar dat blijf je wel doen. Dat blijf ik doen. Dit is uiteraard voor couture, dit pand. Maar daarnaast doe ik natuurlijk ook de webshop en ik doe ook natuurlijk ook de ready-to-wear... En het moet een beleving zijn. Ja. Als mensen, zoals nu in de villa ik ook heb, mensen komen. En
vinden het een Addy experience. En dat moet het worden. Ja, maar helemaal ja. Als je het stadje in komt lopen, dan heb je al een... Nu mensen weten dat jij er zou komen, dan heb je al die Addy experience als je binnen kan. Nee, maar iedere keer vanochtend ook. Als je binnenkomt, dan heb ik een supergoed gevoel. Ja. Want ja, ik heb besloten om er ook te gaan wonen. Dus dan hoef je niet iedere keer op en neer te pendelen. Nee, Nou, ja. Geweldig. Nou, ik ben er heel blij mee. En ik denk heel veel mensen wel. Het zal zeker een verrijking zijn. Ja. Maar we moeten stoppen. We hebben weinig kaarten gehad, maar dat maakt niet uit. We weten denk ik al heel veel. Ik heb wel een cadeautje voor je. Je krijgt van mij een echte... Oh, ja, leuk. Mok. Ja, ik hou van mokken. Ja? Ja, dit is echt een 0486 barretje mok. Ja, wil je bedanken voor dit fantastisch gesprek, want dat vond ik. Dus, dank je wel. Ik denk dat we al heel veel weten, de man achter Addy van der Krommaker. Ik wens je heel veel succes hier in Graven. We gaan elkaar zullen vaak elkaar zien, zeker zien, dat denk ik ja, ook wel. Denk ik ook. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Dank je wel voor het kijken naar het barretje. En tot een volgend barretje. Dag.